kan op zich best wel voorstellen dat mensen niet weg zijn gezept. Eerst reclame om 7:15 en dan krijg je daarna dit. Wat is dit eigenlijk? De Cheeky Girls. De Cheeky Girls, ja. Ken jij dit niet? Nee, ik ken het niet. Ken je dit niet? Ik denk dat hij daar te jong voor is. Wat is er dan? Dan voel ik me oud. Is het gewoon kut of wat? Ja, nou dit is een beetje... Ja. Dit is gewoon echt een guilty pleasure uit mijn tienerjaren. Uit je tienerjaren? Ja. Weet ik veel, toen was jij lag je net in de wieg. Toen was ik met de zaadcel nog. Nou, dit komt uit 2003, hè? Toen was ik al 4. Ik zat nog in de wieg dus. Ik zat echt in de eerste klas of zo. Maar van de trein? Of? Ja, zeker. Van de trein. Thanks, man. Ja. Alsjeblieft. Hey, hoor je daar een telefoon over gaan? Ik hoor daar een telefoon over gaan. Lize, goedenavond. Goedenavond. Hallo. Welkom in dit kwalitatief verantwoord goede programma op RNC op de zaterdagavond. Het is 7:50. Welkom, hi. Heel erg dan. Alsjeblieft. Ja, we gaan het even hebben over feestje. Je bent gisteren naar een heel goed feestje geweest in Doorn Roosje, hoe heet het? Ja, zeker. Dat was Planet Rose, een feest van Planet Rose in samenwerking met het label van Paula Tempel, Manifesto. Weet jullie wie Paula Tempel is trouwens? Nee. Nee? Daan? Nee. Ook wel draait ook onder de naam Karen Piramide. Ik ken het echt niet. Oh ja, nou je draait ken ik het nog steeds goed. Even een klein stukje, dit is toch lekker man, een klein beetje doorspoelen hier. Ja, volgens mij is het voor de radio nu wel genoeg geweest, maar... Maar zij is echt, zeg maar, binnen de techno is zij echt een grote mevrouw. Ja, best wel een grote mevrouw, ja. Oké. Dat mag wel zeggen. Waar komt ze vandaan? Volgens mij is het Tsjechië of zo, Slovenië. Ik heb geen idee. Weet jij dat, Lize, trouwens? Ja, dat is Engeland. Engeland? Oh. Ja, joh. Engeland. Oh, inderdaad. Ik dacht echt dat is een of andere Tsjech of zo, maar dat is dus niet zo. Nou, goed. Hoe was het trouwens? U draait, want het is de tweede keer dat je daar was, toch? Ja, ik ben vorig jaar voor het eerst geweest. Dat was ook in maart. Dat was ook op Planet Rose. En deze keer was het de tweede keer. En ik kan niet anders zeggen dat zij gewoon echt mega goed kan draaien. Ja. Setjes die gewoon werkelijk magisch zijn. Magische setjes. Maar Rick en Daan, jullie zijn allebei... Tenminste, Daan, jij vertelde mij net dat je wel een beetje... dat je het wel kan waarderen. Ja, dat klopt. Hallo, Lize. Hi. Hallo, met Daan. Hey, mag ik jou even een vraagje stellen? Want ik ben dus nog nooit op Planet Rose geweest. Mm-hmm. Wat is daar dan zo magisch aan? Ja, je moet ervan houden. Want het is een beetje een wat meer underground feest. Wat duister en... nou, wat hardere beuktechno. Dus je moet ervan houden. En dat maakt het juist leuk, omdat er niet van dat mainstream publiek op komt, denk ik. Oké, wat komen er voor mensen dan? Ja, er komen wel af en toe wat gekkies langs, zou maar zeggen. Oké. Grote ogen. Maar over het algemeen zijn het hele fijne mensen om mee te zijn. Of tenminste, ik merk er nooit problemen daar. Daan, dus jij bent... perfect geschikt. Dat sowieso. Ja, als ik gekkie hoor, dan voel ik me meteen aangesproken. Dus dat is sowieso prima. Nee, snap ik. Ze noemen me ook wel Daan. Ja, leuk. Daan, zou je, als je dit hoort, ben je getriggerd om er een keertje langs te gaan? Ja, ontzettend. Maar ja, gekkies denk ik, oh ja, een beetje dark. Maar ik ben dus nog nooit, Lize, op een underground... of ik ben nog nooit op een technofeest geweest. Is dit dan een goede om mee te beginnen? Of zeg je van, ga maar een beetje naar iets anders wat een beetje mainstream is? Ja, dat vind ik lastig, want mijn eerste feest was toen ook Planet Rose. En ja, ik ben daar meteen goed ingestapt. En ik ben er eigenlijk nooit meer van afgeweken. Want waarom ben jij er toen heen gegaan dan? Weet je dat nog? Nou, dat was wel grappig, want ik luisterde eigenlijk helemaal niet zoveel techno. Alleen vriendinnen van mij die luisterden dat wel heel vaak. En ja, zij nodigden mij een keer uit om gewoon eens een keer mee te gaan. Oké. Ja, laat ik het nou eens proberen. Gewoon omdat de sfeer daar zo... scheen te zijn. En dat is ook werkelijk zo. Nou, ik kan wel, als je graag naar een technofeest wil, zou ik wel even ergens anders mee beginnen, denk ik. Want dan is dit wel misschien wel heel erg intens. Ja? Ja, dan kun je beter naar een open-air festival, denk ik, gaan. Waar het wel gedraaid wordt, maar waar je nog wel even de overkant kan zien. Ja, ja. Want dat zie je dat soort feesten dus niet. Het is echt een meter voor je en daar stopt het. Want zo druk is het? Nee, of? Duister. Zo duister is het. Ja, het is een aantal stroboscopen, dat is het licht dan. En als je geluk hebt, een aantal mooie lichten. Wat blauw of nou een kleur, maar dat is ook niet vaak. Oké. Ja, dus veel plezier, Daan. Het triggert me wel, ja. Ja, toch wel, ja.
Nee, leuk. Ik weet niet, volgens mij wordt dat echt wel redelijk vaak georganiseerd. We moeten eventjes gelijk doorgaan naar de Hymn of the Week. Ja, dat lijkt me een goed idee. We hadden twee liedjes. Misschien even Lise, dankjewel. Ja, nee, maar misschien wil je nog wat zeggen dadelijk. Dat kan ook. Oh, oké. Dat kan altijd. Dan gaan we gauw door naar de Hymn of the Week en ik jas hem er even doorheen, want we zijn heel erg over tijd. Ja. De twee opties van deze week waren The Weeknd met After Hours en Lady Gaga met Stupid Love. Er is echt heel goed gestemd, moet ik even met recht zeggen. Dank jullie wel daarvoor. Doe dat volgende week vooral weer. Er is een nipte meerderheid deze week van 54%. Wacht. Voor. Wacht-ie. Wacht. Voor Lady Gaga. Dankjewel, Lise. Oké. Doei. This is the Hymn of the Week. Stupid Love, Lady Gaga, komende week de Hymn of the Week hier bij RN7. Ja, lekker zeg. We gaan even snel door. We hebben één liedje en dat is echt keihard om op te feesten. Je moet hier bij een biertje in je hand pakken of een vodka cola. Anders dan werkt het gewoon niet. Dat is het recept. Gaat het om het eerst volgende liedje? Ja. Oh, nou, ik dacht die tweede. Voor nodig, hoor. Nee, ik dacht die eerste is een beetje plaat op niveau. Die je nu komt. Ja, dat is een beetje plaat op niveau, toch? Ja, toch? Ja, ja. Ik vind het ook wel lekker. Rick, heb jij hier ergens bier liggen? Ja, ik zie het erachter staan. Staat het koud, ja, hè? Ja. Staat het koud? Hij is koud. Oké, dan ga ik hem nu instarten en dan ga jij het bier halen. We gaan wel het dansje erbij doen, hè? Ik ken het dansje. Zit daar een dansje bij? Een vast dansje? Ja, je kent hem ook nog echt. Ik ken het echt niet. Nee, ja, dus nee. Misschien kun je dat even leren ondertussen. Ja, gaan we doen. Laten we doen. Hymn for the Weeknd.